Yo, ik ben Jesper en welkom bij een nieuwe Ponkers Extra. Vandaag in Waar of Niet Waar heb ik weer twee verhalen voor je klaarstaan. En het ene verhaal is wel waar en het andere verhaal is niet waar. En dit keer ga ik het hebben over wat ik vroeger wilde worden toen ik klein was. Verhaal nummer 1. Vroeger toen ik klein was, wilde ik boswachter worden. Ik had altijd al wat met de natuur. Ik was altijd bezig in de tuin met diertjes en met plantjes en met spinnen verzamelen en weet ik veel wat en vissen. Dus ik dacht bij mezelf, ik wil boswachter worden. Dat is waar ik mijn leven aan wil wijden. Maar toen kwam het moment dat ik hoorde dat je als boswachter soms ook dieren moest afschieten. En toen had ik bij mezelf zoiets van, nee, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Nee, en toen had ik bij mezelf zoiets van, nou, ik wil geen boswachter meer worden. Verhaal nummer 2. Vroeger toen ik klein was, wilde ik profvoetballer worden. Ik was altijd al heel erg sportief en ik hield van voetballen en van tennissen en van volleyballen. Ik heb op allemaal sporten gezeten. Maar ik hield gewoon heel erg van voetbal. En ik had gewoon zoiets van, ik wil profvoetballer worden. Elke zondag zat ik in het voetbalstadion bij Ajax. En dan keek ik naar het veld en dan zag ik al die mensen voetballen en dan dacht ik, ja man, dat wil ik ook. Dat is mijn grote droom. Ik wil profvoetballer worden. Ik wil net zo goed worden als Johnny Heitinga en Wesley Sneijder. Ik zag het al helemaal voor me. Elke nacht droomde ik weer dat ik daar op het voetbalveld stond tussen al die grote voetballers. Maar helaas, ik was net niet goed genoeg. Wat denk jij? Wat wilde ik vroeger worden? Wilde ik boswachter worden? Of wilde ik profvoetballer worden? Geloof je verhaal 1? Klik dan hierop. En geloof je verhaal 2? Klik dan hierop. Heb je al geklikt? Verhaal 1, verhaal 2.